Boeren gaan vandaag massaal op pad om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen, moeten boerenbedrijven maatregelen nemen. Ja, of misschien wel helemaal stoppen. De boeren zijn het er niet mee eens en maken dat vandaag kenbaar. Verslaggever Arie Meijer is in band. Dag Arie, boeren uit Noordoostpolder en Friesland verzamelen zich daar. Hoe druk is het al? Ja, goedemorgen. Het is hier eerlijk gezegd nog rustig. En dat komt omdat de boeren op dit moment deze kant op rijden. Dit is het verzamelpunt in Band. En de eerste trekkers hebben zich verzameld. Achter mij zag ik net 5 trekkers staan. En ik zie in de verte alweer trekkers naderen. Een van de organisatoren hier is Mick Tinga van Farmers Defence Force. Mick, hoeveel trekkers verwacht je hier zo dadelijk? Ja, het is lastig schatten hoeveel trekkers dat er komen. Ik zet in tussen de 100 en de 600 en dan zitten we altijd goed. Maar het kan er ook nog wel overheen gaan, want de app die loopt helemaal over en ik ben het overzicht totaal kwijt, zoveel aanmelden. Gaat het dan om 600 personen of daadwerkelijk 600 trekkers? Nee, dat gaat dan wel om de 600 trekkers. Want zoals je achter je kan zien staat het ook al vol met auto's en die rijden ook mee. Die rijden ook mee. Vanuit hier, vanuit Band, gaan jullie straks naar Stroe. Het is een afstand van zo'n 80 kilometer. Welke weg gaan jullie afleggen? De mooiste weg, de snelste weg, de vlakste en de veiligste. Maar is dat dan de snelweg of zijn dat dan toch de binnendoorwegen? Ja, de tijd zal het leren. Wat als jullie toch de snelweg op gaan? Want vooraf is toch gezegd van het mag niet. De politie heeft ook gezegd van ja, we gaan ervoor zorgen dat de boeren niet de snelweg opgaan. Wat als jullie toch de snelweg opgaan? Want wat mensen bijvoorbeeld dan ook, waar ze bang voor zijn, is dat ze er ook echt niet langs kunnen. Gaan jullie dan eigenlijk net als in het verleden de snelweg volledig blokkeren? Of laten jullie bijvoorbeeld een strook vrij zodat het verkeer dan toch langs kan rijden? Nou, welke weg wij ook pakken, wij blijven sowieso rechts. Dus het verkeer kan er altijd langs. En hinder hebben ze toch. Maar waar we ook langs gaan, wij pakken de rechterbaan en ze kunnen er altijd links omheen. En één is wat ik over de route kan zeggen, de tijd van de zoete koekjes bakken, die is geweest. Het is een nieuwe actiedag. Maar waarom is deze dag anders dan eerdere protesten? Nou ja, er is na 16 oktober 2019, toen was alles verenigd, stond iedereen in Den Haag. Daarnaast zijn de clubjes zelf een kant op gesprongen en de boel is nou weer verenigd. En we moeten met elkaar moeten we die vuist maken. De boeren, de burgers die de boeren steunen en die op het platteland wonen moeten erbij. Want dit Haagse beleid, dat kan niet. Dat is absurd. Nee, je zegt dat het Haagse beleid dat kan niet. In de afgelopen jaren hebben jullie al als belangenorganisaties meerdere malen met de minister om tafel gezeten om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Toch staan jullie vandaag de dag hier en gaan jullie opnieuw protesteren. Dus jullie zijn er toch gezamenlijk niet uitgekomen, terwijl er wel een oplossing nodig is voor Nederland. Waarom is die oplossing nodig? Kun je mij dat vertellen? Het is bij wet besloten dat het nodig is. Nou, het is helemaal niet nodig. Nederland creëert zijn eigen stikstofprobleem. En het punt is, stel wij zouden het probleem zijn, dan is het niet leuk, maar dan is het gebaseerd op feiten. Maar nu wordt er een beleid gevoerd wat totaal niet op feiten gebaseerd is. Als ze 100 plantjes pakken en ze zeggen deze plantjes die hebben het slecht, dat komt omdat die 100 plantjes kunnen niet over een bepaalde stikstof. Ga ik naar Afghanistan toe en ik neem 20.000 plantjes mee en die zet ik daar in de woestijn neer, dan is er niet één die het overleeft, want alles gaat kapot. Moet ik dan ook zeggen dat het door stikstof komt? Nee, dat komt gewoon omdat er op die hete zandplaat niks wil groeien. Als je een beetje verdiept in de landbouw, zitten er heel veel verschillende rassen, zowel voor gras, mais, noem maar op. En het ene wil beter groeien op het zand, het andere wil beter groeien op de klei, het andere wil beter groeien op het veen. En daar hebben we in Nederland nou één keer mee te maken. Moeten we de stikstof niet de schuld geven? Het enige wat ze willen is land. En dat is niet erg, maar zeg het daar gewoon eerlijk. Er zijn genoeg boeren die wel vrijwillig willen stoppen, maar niet op deze manier. Betekent dat dan ook dat jullie ook niet openstaan voor een compromis? Nou ja, ik geloof dat er een compromis is toegereikt door het landbouwcollectief. En daar wordt niet naar geluisterd, wordt van tafel geveegd. En de tijd van praten die is nou al geweest. Wij gaan door en wij stoppen niet eerder als dat landbouwminister en staakhouder opgerot zijn. Dat is duidelijke taal. Inmiddels zie ik steeds meer trekkers achter jou zich hier verzamelen. Je gaf al aan, het zijn er 600 zo dadelijk. Hoe laat gaan jullie vertrekken? Hoe laat gaan jullie afreizen op toeren, zoals jullie zelf het altijd noemen, naar Stroe? Nou, de bedoeling was om rond 19:30 te vertrekken. Dicht er even aan of iedereen dan aanwezig is hier. En als dat zo is, dan vertrekken wij naar Stroe.
Je hoort het, Leo. Het is... Het wordt inmiddels lekker druk hier en ja, zoals het nu lijkt gaat het nog wel even duren voordat ze hier vanuit band gaan vertrekken.